Zondagmorgen ging een woning aan de Zeedijk bij Tjemarum volledig in vlammen op. Rond 11 uur werd de brandweer van Sint-Anna-parochie gealarmeerd en al snel daarna werd opgeschaald naar het niveau middelbrand, waardoor ook het Vraneker brandweerkorps werd opgeroepen. Het ging direct om een uitslaande brand. De woning, een bijgebouwtje aan de voet van de Waddenzeedijk, stond binnen korte tijd in lichter laaien. Door de inzet van schuim kon de felle brand gedoofd worden, maar toen was het pand al volledig uitgebrand. Door snel handelen van beide korpsen kon de naastgelegen woning worden behouden. Trieste bijkomstigheid was dat de bewoners net een grote verbouwing achter de rug hadden. Deze week zouden zij hun woning weer in gebruik nemen. De brand is vermoedelijk ontstaan door een oververhitte kachel. Er wordt nog een nader onderzoek ingesteld naar de oorzaak.